Welkom op Wandelen over begraafplaatsen. In een aantal filmpjes wil ik je meenemen over een aantal dode akkers. Wandel je met me mee? Als we de begraafplaatsen aan de Bergweg in Zeist willen bezoeken, valt ons oog onmiddellijk op het prachtige poortgebouw. Links en rechts van de ingang zie je omgekeerde fakkels, een slang die zichzelf in zijn staart wijdt en vlinders. Allemaal bekende funeraire symbolen. Boven de poort zie je een gevleugelde zandloper en de tekst: De kleine en de grote is daar en de knecht vrij van zijn heer. Het is een bijbeltekst uit een compleet feodale tijd. Links van de poort was de woning van de doodgraver met een kamer van ongeveer 5 bij 5 meter. Rechts was het dodenhuis waar overledenen werden opgebaard. Het oudste deel van de begraafplaats werd in 1830 buiten de bebouwing aangelegd. Inmiddels ligt hij midden in het dorp. Hij heeft een formele inrichting met rechte paden. In 1890 zorgde de kopijn uit Groenekan voor een uitbreiding in de Engelse landschapstijl. In één bestaand vak was nog nooit begraven, zodat dit vak kon worden meegenomen in het nieuwe ontwerp. Op de begraafplaats zijn veel graven van personen naar wie in Zeist een straat is genoemd. En met een aantal van die mensen gaan we kennis maken. We beginnen met twee burgemeesters. Jonkheer Willem Karel Huydecoper groeide op in slot Zeist. Hij was burgemeester van deze gemeente van 1863 tot 1882 en woonde op de buitenplaats De Brink, die hij zelf had laten bouwen. Hij wordt herinnerd door de Huydecoperweg en door een glas in lood in de raadzaal van het gemeentehuis. Meester Johan Jacob Kloterboke Patijn, heer van Kloetingen, trouwde met jonkvrouw Marie Huydecoper, een zus van de burgemeester. Patijn was 25 jaar lang ook burgemeester van Zeist, van 1894 tot 1919. Hij liet in 1908 Huize Veldheim bouwen door architect Jan Stuivinga, die in hetzelfde jaar ook het gemeentehuis bouwde. De burgemeester Patijnlaan is naar hem genoemd. Johan Meerdink was meester schilder en winkelier. Hij had zijn bedrijf De Koophandel aan de Eerste Dorpsstraat. Hij was wethouder. En toen hij de zieke burgemeester een keer verving, behandelde hij een verzoek van de pas opgerichte gereformeerde kerk over het plaatsen van collectebussen voor de armen op de begraafplaats. De hervormde diaconie had al zo'n bus. Het verzoek werd gehonoreerd. Na een diefstal besloot men vaste bussen te maken met een gleuf in de muur. En die zijn in de muur van het poortgebouw nog altijd te zien. Meerdink heeft een laan en een plein die naar hem zijn genoemd. Hugo Maurits van der Mers was wethouder en woonde op de buitenplaats Herenwegen aan de Driebergseweg dat zijn vader had laten bouwen. Enkele andere eigenaren volgden elkaar op en in 1962 werd het landgoed verkocht aan de gemeente Zeist. Na een grote brand werd het inmiddels leegstaande huis gesloopt en op het achterterrein werd een verzorgingshuis gebouwd dat dezelfde naam draagt. Wethouder van de Mers blijft in herinnering door deze straat. Cornelis Guldenstede Egeling was apotheker aan de Eerste Dorpsstraat en volgde zijn vader Jan op, die met de apotheek was begonnen. Cornelis was bovendien wethouder. Toen de gemeente Zeist later eigenaar werd en het pand renoveerde, besloot zij de recepteertafel te doneren aan een apothekersmuseum. Helaas bleek de kast vol houtvorm te zitten, waardoor het museum vriendelijk bedankte voor dit genereuze gebaar. Jammer dat in de straatnaam het woord Guldenstede uit zijn deftige naam is weggelaten. Jan Marinus van der Heijden was van 1888 tot 1913 gemeentesecretaris in Zeist. Over hem is weinig bekend, maar er is wel een straat die zijn naam draagt. Zoon Willem en de vrouw Cornelia Stovee liggen in hetzelfde graf. Het graf van jonkheer Ernestus de Pesters is een rijksmonument. De grafkelder wordt afgedekt met een hardstenen zerk met 5 namen en data. Aan het hoofdeinde staat een sokkel met een afgebroken zuil en klimopranken, symbool voor het afgebroken leven. Aan de voorkant is het familiewapen afgebeeld en rond het graf staat een ijzeren hekwerk. De Pesters was ritmeester bij de huzaren.
Bij het De Pestersbosje, zijn voormalige achterpark met een grote vijver, heeft de volksmond een De Pesterslaantje bedacht. Jonkheer Frederik van Rhenen was directeur van de Kosmos en lag ook in dit dubbelgraf. De Van Rhenenweg loopt langs deze begraafplaats en heette vroeger Dodenweg. Van Rhenen was eigenaar van de buitenplaats Schaarweide en Welgelegen en overleed in 1916 na een tragisch verkeersongeval. Het bedrijf van de jonkheer ging in de jaren 30 van de vorige eeuw failliet. In 1967 werd zijn graf overgebracht naar de begraafplaats Bosrust, ook in Zeist. Door de Van Rhenenweg kunnen we nog aan hem terugdenken. Meester Mathieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht woonde op de buitenplaats Pavia en was eigenaar van het Zeisterbos waar ieder vrij mocht rondwandelen. Pauw van Wieldrecht was gezantschapssecretaris in Madrid en in Wenen en bovendien kamerheer van koning Willem III. Zeist kent een Pauw van Wieldrechtlaan. Jonkvrouw Cornelia Henriette barones van Leinde bleef haar hele leven ongehuwd en woonde in huize Vilzicht. Zij heeft tijdens haar leven veel voor Zeist gedaan. Ik citeer, over vele stoffelijke middelen om in al deze noden te voorzien beschikte ze niet, maar ze had een warm hart, een zeer helder hoofd en een buitengewoon vaardige pen. En zo wist zij andere harten en andere beurzen doen opengaan. Jarenlang fietste ik naar mijn werk door de Henriette van Leindelaan. Hendrika Susanna en haar zus Marianne Henriette Walkart woonden aan de Keizersgracht 435 in Amsterdam, maar hadden hun buitenverblijf in Zeist waar ze elke zomer verbleven. Beide dames bleven hun leven lang ongehuwd. De grond waarop nu het gemeentehuis staat schonken ze aan de gemeente. Een glas- en loodraam herdenkt deze schenking. Ook hun Overbos legateerde zij en dat werd het Walkartpark. De gemeente heeft de Walkartweg naar hen genoemd. Dominee Theodor Hendrik Nahuis was Nederlands hervormd predikant in Zeist. Hij behoorde tot de Edische richting waarbij leerstellingen een ruimere uitleg kregen. Toen in 1886 een afscheiding, de doliantie, plaatsvond die het traditionele beleiden aanhing, hoorde deze predikant daar uiteraard niet bij. Dominee Nahuis was een van de oprichters van de vereniging Bethanië, die het kindertehuis in Zeist met dezelfde naam stichtte. Dominee Nahuis woonde in de pastorie aan de Dorpstraat. Hij heeft in Zeist een eigen straat gekregen. Ja, ik wist natuurlijk al langer. De herfst is geen goede tijd om graven te fotograferen. Maar gelukkig heb ik een bezempje bij me, zodat ik ze nu en dan toch wat graven kon laten zien. In 1987 werd de Bergwegbegraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. In 2020 werd een gedenksteen geplaatst voor alle die hier begraven zijn, maar waarvan hun namen niet meer terug zijn te vinden. Er is nog veel meer moois te zien op deze begraafplaats. Er is een interessante website www.oudebegraafplaatszeist.nl. Op de site kun je een wandeling downloaden die langs alle locaties van dit filmpje leidt. Dat was het dan voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan ben je weer van harte welkom op Wandelen over Begraafplaatsen.